Montana, jouw ouders zijn weer een avontuur begonnen in Frankrijk. Toen jij dat hoorde dat ze weer een château gingen kopen, weer in Frankrijk gingen leven, hoe was dat voor jou? Nou, toen ze de plannen inderdaad weer hadden om uh, toch weer naar châteaux in Frankrijk te gaan kijken, ja, was ik ook in eerste instantie wel heel enthousiast. Want dat vinden ze hartstikke leuk. En uh, ja, de, ja, ze dat ze kriebelt bij ze. En dat ze dat vinden ze zo leuk om te doen. Nou ja, toen zijn we inderdaad naar Chateau's gaan kijken, met z'n allen ook gewoon. Nou ja, en uiteindelijk vonden ze er natuurlijk de een waar ze helemaal weg van waren. En toen besloot ze inderdaad echt om, om te gaan. Toen dacht ik wel even van: oh ja, hmm, nou weet je, ik, ik heb niet de intentie zelf om, dat, uh, om ook mee te gaan. Dus dat was wel even een soort dubbel. Kijk, ik snap waarom ze het hebben gedaan. En wij ook, ja, over vijf jaar kan het misschien niet meer met je gezondheid. Dus ik, ik gun het ze enorm. Maar het is natuurlijk toch wel een gemis, zo tussen ja. Ja, want. Toen, toen ze dat zeiden van we gaan toch weer een beetje kijken had je toen zoiets van dit gaan ze echt doen of dit is gewoon leuk om even te kijken weer om misschien weer een beetje het gevoel te krijgen? Nou in eerste instantie dacht ik dat niet helemaal want uh, je moet natuurlijk ook een château vinden die helemaal naar je wensen is. En van de vorige keer hebben ze natuurlijk heel veel geleerd van wat ze wel en niet willen. En uh, nee ja in het eerste moment zou, dacht ik niet van nou nee, die gaan echt per se weg. Maar ja, toen ze ineens dit. Toen waren ze helemaal de weg van ja, weet je, dan weet je genoeg, dan, dan gaan ze ervoor. Ja. was dat voor jou ook zo toen ze dit château zagen? Voelde dat voor jou ook meteen goed, zeg maar? Ja, ja. Wij, wij gingen daar naar binnen in die hal. Nou, en we waren gelijk allemaal van oh, ja, dit is zo mooi. Dit is zo geweldig. Ja, zo mooi. Was dit anders, want toen jullie uh, voor ik vertrek gingen, dat is natuurlijk al een tijdje terug. Hoe heb jij dat toen beleefd en nu? Nou, toen met ik vertrek, toen was ik natuurlijk heel klein, toen was ik uh, elf of zo, dus het was heel anders. Toen, toen zat ik natuurlijk op school met vriendinnetjes en zo en dan wilde ik niet weg, ik wilde niet weg van mijn vriendinnetjes. En uh, nu is het natuurlijk, uh, heb je je eigen keus, je eigen stem, of je wil gaan of niet, dus dat was heel anders, ja. En nu had jij zoiets van eigenlijk, ik, ga, ik blijf hier nu? Nu had ik inderdaad zoiets van, nee, ik, ik ga dat avontuur niet aan, nee. Ik uh, heb de winkel en uh, mijn leven hier gewoon en dat wilde ik niet opgeven, nee. Wat, wat, wat vonden je ouders daarvan, dat jij besloot om niet mee te gaan? Nou, die vonden het natuurlijk ook heel erg jammer, maar ze begrepen het ook wel. Ja, de, ja weet je weet, je mag zelf je keuze maken en uh, ze respecteerden dat wel gewoon, ja. Hoe vaak heb je dan nu nog contact met ze? In de serie zie je ook dat jij, uh, nou we zitten nu nog een beetje in het begin van de serie, dat je aankomt. Dat ze het hartstikke leuk vinden dat je daar komt. Kom ja. je daar vaak? Ja, ik kom er wel regelmatig. Het is natuurlijk moeilijk met de winkel dat plannen en zo. Maar uh, ja, als ik kan dan ga ik er wel desnoods een paar dagjes heen. Weet je, ik stap in die auto, negen uurtjes rijden je bent er. Alsof niks is. Alsof niks is, ja je raakt eraan gewend. En heb je dan ook veel contact met ze? Ja, we hebben heel veel contact inderdaad. Ja, we bellen om de zoveel dagen en met WhatsApp, dat gaat gewoon door. En of ze nou in Noordwijk zitten zit of in Frankrijk, dat heb je dan toch niet door verder. Nee. nee. We, zien het, we zitten nu nog midden in de serie. Het château zien we niet af. Als we op de website kijken dan zie je al wel wat glimpjes voorbij komen. Hoe is het geworden? Kan je daar iets over zeggen? Het is zo mooi geworden, het is zo indrukwekkend. Het gebouw op zich al, al die oude elementen van het houtwerk en ja, de in, ja, het indrukwekkende hoge plafond. En nu hebben hun het natuurlijk helemaal opgefrist, het is weer helemaal levendig. Dus het is zo mooi. Dacht je niet, waar beginnen ze in godsnaam aan? Want op de beelden ziet het er echt wel vervallen uit. Ja, maar ze zijn wel wat gewend. Ze weten, waar, ze weten toch al wel waar ze aan beginnen. en dat er allemaal dingen tegen gaan zitten. Ja, dat, dat, is niet wel, dat hoort erbij. Het zou ook niet leuk zijn als het niet zo was. Als het allemaal soepel verliep. Maar uh, nee, ik, ik, vind het, ik vond het zelf ook een leuke uitdaging voor hun. Ja, ja, ja. Ja. Ze doen ook best wel veel zelf als je dat in de serie ziet. Ja, ze doen heel veel zelf en de, ze komen er ook steeds achter dat ze ook steeds zelf uh, meer kunnen. Weet je, je gaat toch proberen om het eerst zelf te doen voordat je weer iemand in moet schakelen wat, wat toch weer duurder is. Je ja. moet toch aan het budget ook denken. Ja. ja. En ja, ze doen heel veel zelf, maar hoe kijk jij daar dan in de serie naar? Nou, want nou, zoals net gezegd, we zitten nog een beetje aan het begin. Ze zijn nog volop aan het klussen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het heel grappig om te zien in een TV-programma. Ja, ja, weet je, mijn vader die aan het behangen is. Maar ik weet inderdaad, als hij kan smokkelen, dan smokkelt hij even met dat behang, weet je wel. En qua bobbels gaat het altijd wel. Het droogt, hij trekt altijd wel weg. Maar uh, ja, ik vind het zo leuk om te zien die dat ook zoet allemaal doen. Ja.